Oké, okay, mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Lekker Ben Weer. Op hoe gaat dat? En vandaag heb ik een speed art tutorial, hoe noem je zo'n ding? Gewoon een banner gemaakt voor Camille. Ja, ze zei ons tegen ons van, hey, doe maar ook zo'n banner. Dus ik had zoiets, nou, of wij hadden zoiets van, oké, is goed, doen we. Dus ik heb contact met haar opgenomen en zo gevraagd van, wat wil je precies? Zij zei, ik hou heel erg van tropische dingen. Dus stuurde me een foto van zichzelf toe en een foto van een kevertje, dat is zo'n rode auto. Of tenminste, deze was dan groot. En ze had zoiets van, nou, als ik deze erin verwerkt, dat zou ik helemaal leuk vinden. Nou, die kever heb ik er niet in verwerkt. Want dit stond niet zo, want ik had zoiets, ik wil een eiland maken, dat is wel leuk, dat is tropisch. Dus zoals je kan zien, ik heb een strand gemaakt, wat verlengd, wat zodat het mooi in het midden komt, zeg maar, de zee en het strand. Nou, heb ik een palmboompje opgezet en die heb ik helemaal uitgesneden. Nou, dat heb ik op verschillende manieren gedaan. Gewoon even kijken, wat is het beste? Nou, daar had ik zoiets van, misschien is het gewoon toch slim als ik een gumtool gebruik en dan met zachte rand. Dus dat heb ik toen gedaan, dan zie je niet zo dat het, ja, allemaal die kleine frutselblaadjes zijn, et cetera. Nou, dan is het weggewerkt. Toen heb ik Camille ingeladen. En die heb ik gewoon met de mesh tool uitgesneden, zeg maar. En dat ging de eerste keer even mis, omdat je in één keer alles selecteerde. Waarom weet ik ook niet. Dus dat heb ik nog een keer gedaan. En even, hoppakee, zo geselecteerd, uitgesneden, nou, noem maar op. Nou, het heeft wat zachter gemaakt, zodat het niet echt ziet van dat dan die harde randjes zijn. Dus dat je ziet dat het niet echt is uitgesneden. Nou, het papegaai, ik denk, die zet ik op de schouder. Dat is wel leuk. Dus die heb ik toen ook uitgesneden en voetjes mee uitgesneden die je echt op de schouder kan zetten, zeg maar. Ook weer wat zachter gemaakt, zodat je ook niet ziet dat die is uitgesneden. Nou, toen op de schouder gezet, een beetje op maat gemaakt, zoals je kan zien. En ja, helemaal aangepast. Nou, toen even het voetje over de schouder gedaan, hier zoals je kan zien. Ziet er leuk uit. En toen ook zoiets, ik wil een tekstballonnetje uit de papegaai laten komen. Lijkt me, ja, is eigenlijk vrij onderliggend. Vond ik dan zelf. En nou ja, met de tekst abonneer. En zoals je kan zien heb ik die blauw gemaakt, gewoon omdat het een beetje met de zee past. Zodat het er, ja, dat een beetje een mooi geheel wordt. En toen had ik zoiets van, de kleuren klopt niet helemaal van de Camille. Dus heb ik ook even aangepast. Ik heb de onderkant wat, ja, hoe zeg je dat, gebrushed. Zodat het wat zachtjes afloopt. Voor als iemand toch helemaal de afbeelding te zien krijgt. Zodat het niet zo chaka is. Dat willen we natuurlijk niet. Dus, en toen had ik zoiets, ik zoek even de naam van Camille op. Zodat ik zeker dat ik het goed schrijf. Want mijn goede spelling, dat gaat niet altijd goed, zeg maar. Dus, nou, weer hetzelfde lettertypetje, dezelfde kleur. En toen Camille, en die heb ik gewoon uit haar mond laten komen, zodat ze allebei wat zeggen. Dus dat vond ik wel grappig. En toen, nou, dat was het niet. Nog niet, nee, ik dacht dat het was, maar dat was het nog helemaal niet. Nee, ik heb de achtergrond wat geblurd, zodat je wat meer diepte krijgt, zeg maar. Dus heb ik palmbomen in de achtergrond gedaan. Heel kleine schaduw achter Camille gezet, dat het iets meer naar voren komt. Toen een light leak uitgezet, dat is dit, zeg maar, dat soort kleurenbaas. Om juist filter overheen gezet, zodat je wat meer een zomers kleur krijgt. Lucht een beetje afgewerkt. En dat was het. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Ik hoop dat Camille hem heel erg mooi vindt. En als je hem nou mooi vindt en vet vond, druk dan even op like. Abonneren kan hier beneden. En natuurlijk vergeet niet te delen met al je vrienden via Hives, Facebook, MySpace, Twitter. Kortom, alle social media. En laat het weten, het is lekker banner weer week. En als je ook een banner wil, laat het in de comments weten. Want wie weet, maken wij een banner voor jou. Mensen, tot ziens.